Goedemorgen, welkom bij het beursjournaal van woensdag 15 april. De AEX zal vandaag circa 1% lager van start gaan. Beleggers reageren op de zwakke Amerikaanse retailcijfers die gisteren werden gepubliceerd. Economisch herstel is als het aan de Amerikaanse consument ligt nog ver weg. Nederlands bedrijfsnieuws nu. ASML publiceerde voorbeurs zijn eerste kwartaalcijfers. Zoals verwacht leidt de chipmachinefabrikant uit Veldhoven zwaar onder de huidige economische crisis. Het orderboek is dan ook zo goed als leeggestroomd. Het nettoverlies van ASML kwam uit op 117 miljoen euro, tegenover een negatief resultaat van 88 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2008. ASML houdt zich vast aan één groot lichtpunt. De vraag naar chipmachines zal volgens de onderneming in de tweede helft van 2009 fors gaan toenemen. SNS Real deed vanochtend een uitspraak over het eerste kwartaal. De bankverzekeraar ziet een duidelijke verbetering van het netto-resultaat ten opzichte van het vierde kwartaal van 2008. Het eerste kwartaal werd weliswaar afgesloten met zeer beperkt verlies. Dit is echter fors afgenomen. Dan werpen we een blik op nieuws uit het buitenland. De Zwitserse bank UBS liet weten dat het in het eerste kwartaal van 2009 een verlies van bijna 2 miljard Zwitserse franken heeft geleden. Dit is ongeveer 1,3 miljard euro. Het heeft besloten om 8700 banen te schrappen. De Amerikaanse Intel publiceerde gisteren zijn eerste kwartaalcijfers. De grote chipfabrikant wist een winst te behalen van $647 miljoen tegenover $1,4 miljard in dezelfde periode vorig jaar. De winstval van Intel is kleiner dan verwacht. Wall Street ondervond gisteren hinder van zwakke retailcijfers. Daarnaast is het de vrees van beleggers dat andere financials, evenals Goldman Sachs, geld uit de markt proberen op te halen. De Dow Jones verloor 1,71% op 7.920 punten. In Azië moest de Nikkei 0,92% prijsgeven op 8.761 punten. Een sterke yen bleek te veel voor exporteurs, die tevens achterbleven dankzij voornoemde Amerikaanse winkelverkopen. Dit was het voor vandaag. Een hele fijne dag verder en graag tot morgen.